windmolens. We hebben ze hard nodig in de energietransitie. Maar de plaatsing ervan zorgt eigenlijk altijd voor gedoe. Zo ook nu. Op de grens tussen Wijchen en Beuningen, waar beide gemeenten plannen hebben voor de plaatsing van deze witte torens. Het gaat om het buitengebied tussen de dorpen Beuningen en Wijchen. Als we inzoomen zien we dat Wijchen op dit kavel windmolens wil plaatsen en Beuningen plaatst de eerste turbines op dit kavel. Zo'n 200 meter van elkaar. Partij Beuningen Nu en Morgen en het Beuningse College van BNW zijn woedend op de gemeente Wijchen, omdat de Beuningse politiek niet zou zijn betrokken bij hun plannen. Met die overlast valt het wel mee, zegt Wijchen, dat de aantijgingen ontkent. Stichting Tegenwind noemt Beuningen Nu en Morgen zelfs hypocriet, omdat de partij zelf windturbines wil, vlak bij woningen. Enig overleg was dus gewenst. Nee, dat is niet gebeurd. We hebben van de mensen die aan de Vicaristraat wonen een brief gehad, waar ze hun zorgen uiten. En ook is gezegd waarom mensen die bij betrokken zijn. Dus we hebben dezelfde vragen gesteld aan het college van Beuningen. En die bevestigen dat Beuningen niet betrokken is bij deze plannen van Wijchen. Gezien de ambitie die we met z'n allen hebben in heel Nederland, er wordt meer energie verbruikt, dus dat moet op een duurzame manier opgewekt worden, snap ik de keuze van Wijchen. Maar betrekt dan ook de partijen erbij. Het is niet alleen de gemeentebestuur van Beuningen, ook de inwoners, maar misschien ook wel de waterschappen, natuurverenigingen en alle partijen die het ermee te maken hebben. Gemeente Wijchen ziet dit toch anders. Nou ja, zo zie je maar dat soms je denkt dat je de goede wegen bewandelt en dat het dan toch anders overkomt. Wat wij gedaan hebben is dat wij uiteraard bestuurlijk overleg hebben gevoerd al in augustus met gemeente Beuningen. En ook diverse malen ook informeel, maar dat was wel wat ons betreft een formeel moment. En dan zie je nu klaarblijkelijk dat dat toch onvoldoende nog de officiële wegen bewandeld zijn. Zo ervaart Beuningen dat althans. De wethouder Schouten van Wijchen heeft ontkent dat er geen gesprekken zijn geweest met Beuningen en Wijchen. Dat is vreemd. Het gemeentebestuur van Beuningen heeft een stevige brief, hebben ze gezegd, gestuurd naar Wijchen. Ik heb hem niet gezien, maar ik verwacht dat ze onze zorgen erin vertaald hebben. Er zal een reactie terugkomen en dan moeten we eens kijken wat er nou precies aan de hand is. Zeg maar. En daarbij, wij willen dit hele buitengebied nog inrichten, zeg maar, met alle opgaves die ik net noemde. Wij gaan nog een visie op het buitengebied vaststellen. Die is nou in voorbereiding, als het goed is. Als Wijchen onze grond nodig heeft voor die hindercirkel, dat willen we graag van tevoren weten. Dat kunnen we in onze plannen verwerken. Nu staan we daar voor de verdwongen feit. Zo'n hindercirkel is het gebied om een windmolen heen, waarin er overlast van de molen ervaren kan worden. Gezien deze cirkels van Wijchen voor een klein deel op het grondgebied van Beuningen vallen, zou Beuningen hier nog bezwaar tegen kunnen maken. Wat wellicht het hele project doet annuleren. Ja, ik ben geen jurist. Ik denk dat dat inderdaad het geval is. En dat klopt. Er ligt inderdaad een klein stukje ligt dat over de gemeente Beuningen. Dat gaat om zeg maar tussen de 80 en de 100 meter. Daar wonen geen mensen in dat gebied, maar dat is een feit. En dat betekent ook, en dat hadden we ook in onze raadstukken zitten, en dat was ook waarom we met Beuningen ook uitgebreid gecommuniceerd hebben, dat Beuningen een facetbestemmingsplan zelf ook moet vaststellen daarover. Toch kan de wethouder de verwarring in de communicatie wel verklaren. De plannen zijn lang geleden gecommuniceerd, waarna het een hele tijd stil is geweest. Nu gaat het om het formele stukje. En wat nu gepasseerd is dat de initiatiefnemers hebben al die tijd nodig gehad om milieunormen verder te ontwikkelen en om heel veel dingen nog uit te werken, maar hebben er niet meer aan gedacht dat het daarmee voor de inwoners even wegleek. Het was niet weg, want het besluit was al genomen. Maar er is dus in die periode, de tussenliggende periode, niet meer genoeg gecommuniceerd. En dat vind ik heel erg jammer. Daar hebben wij ook de initiatiefnemers op aangesproken. Hoewel beide gemeenten dus wel voor het plaatsen van windturbines zijn, is er ook nog een groep die zich verzet tegen beide windmolenparken. Er wonen veel te veel mensen. En dan moet je dus niet willen om daar een windmolenpark neer te zetten. Want dat gaat ten koste van gezondheid en welzijn van de inwoners. Over de oneenigheid tussen de gemeenten heeft Van Koningsveld wel een duidelijk standpunt. Ja, in de eerste plaats denk ik dat de gemeente Beuningen zich hier iets onnozeler voordoet dan dat ze zijn. Wat op zich al een prestatie genoemd mag worden. Maar daarnaast is het zo, dat weet ook de gemeente Beuningen wel, dat sinds 2020 die plannen al openbaar zijn van Wijchen. Dus wat dat betreft weten ze het wel en hadden ze het ook kunnen weten. En ja, ook ze maken er nu zo'n punt van dat de hindercirkels van de windturbines van Wijchen over de gemeentegrenzen van Beuningen heen liggen. Maar het omgekeerde is nog veel erger. De hindercirkels van de
twee turbines van Beuningen liggen zo'n beetje over heel Bergharen, gemeente Wijchen. En daar heeft men kennelijk ook nooit enige aandacht aan besteed. Overleg of niet, uiteindelijk zal dit het beeld zijn bij de gemeentegrens.